Dag lieve mensen, ik ben Hetty van Praktijk Alvira en het heeft iets langer geduurd om terug te komen dan gepland. Het loopt zoals het loopt. Ik heb afspraken, consulten enzovoort. De bedoeling was veel eerder, maar ik ben er nu. Ik ga nu de video opnemen over in ieder geval de volle maan in Ram. En het heeft te maken met relaties. Zoals het hele jaar eigenlijk is. De laatste maanden, het laatste half jaar en het komende stuk staat heel veel in het teken van relaties. Relaties tot jezelf, werk, je eigen partner, nieuwe partner, komende partner. Iemand die je al kent, iemand die je niet kent enzovoort. Daarnaast wil ik nog even aangeven dat ik ergens half oktober tot half november de jaarhoroscopen ga publiceren. Ik denk dat ik een poll daarin ga doen voor op YouTube. Vragen wie het eerst wil, de vuurtekens, de luchttekens enzovoort. En een poll is zeg maar het aangeven van de scores. Wie wil je 1, de luchttekens 2, de vuurtekens 3, de watertekens enzovoort. Ik denk dat ik dat ga doen. Een beetje uitproberen. Dat. Wil jullie een jaarhoroscoop aanvragen? Kan dat, hè? Weet dan wel, dat staat een bepaalde tijd voor. Die jaarhoroscoop opnemen. Of live doen kan ook. Duurt zeker 1 tot 1,5 uur. Omdat ik ook dan met astrologie aan de gang ga. En dat is wel wat meer werk. Vergt wat meer tijd. Ik heb dan ook jullie geboortedatum, tijd, plaats nodig. Dat is veel specifieker. Ik wil jullie bedanken. Ik heb gezien dat er heel veel nieuwkomers zijn. Dus ik wil jullie bedanken. Welkom, nieuwe abonnees. Klik op het belletje, hè, zodat je niet de laatste video's mist. Consulten kun je altijd aanvragen. Er zit een kleine wachttijd. Maar je komt zeker aan de beurt. Oké, voor nu. We gaan richting volle maan. De portaaldag is weer 27 september. Ja. 29 september is het volle maan in Ram. Alles begin je al een beetje te voelen. Het is volgens mij vandaag 23 september. Heb ik dat goed? Ik heb geen idee. Ja, het is 23 september. Dag van de verandering richting de volle maan, richting de portaaldag. Voor de nieuwkomers, een portaaldag, dan is de sluier tussen hemel en aarde het dunst. Sowieso hebben we elke dag een bepaalde sluier die behoorlijk wegvalt, elke nacht. Maar op een portaaldag mag je daar de hele dag en nacht gebruik van maken om contact te hebben met het spirituele. Dat heb je sowieso, maar het wordt dan wat makkelijker gemaakt. De symbolen herken je beter, de antwoorden zie je beter en het komt beter binnen. Je voelt het eerder. Volle maan in Ram ga ik het nu even over hebben. Ram is vurig, gepassioneerd, gedreven, avontuurlijk, strijdlustig. Die ga je voelen, zoals je hem nu al voelt. Wellicht heb je al de afgelopen weken te maken gehad met relaties, of in ieder geval met iets in jezelf, je werkrelatie. Dingen op vakantie die gebeurd zijn, dingen die er daarna gebeurd zijn. Een nieuwe relatie, een relatie die pril is, een relatie waar je aan moet werken. Je moet altijd werken aan een relatie. Relaties in je familie, relaties met je ouders, relaties met vroeger. Dus alle vormen van relaties. Relaties met je huisdieren of met je dieren, je paarden, je koeien, noem het maar op. Ook daar gaat het in. Zij spiegelen heel veel. En de paardenliefhebbers onder ons weten het helemaal hoe paarden zijn. Paarden zien. Paarden zijn echt wel letterlijk de spiegel van hoe jij bent en voelt. Feilloos. We hebben honden en katten dat ook. Maar paarden staan er wel onbekend. En veel meer andere dieren, hè, hou me te goede. Maar deze volle maan vraagt echt wel heel veel van jezelf. Die gaat, ze vragen allemaal heel veel, maar deze kan zijn dat je behoorlijk getriggerd wordt. Dat je dingen van jezelf ziet, schaduwkanten van jezelf naar boven komen. Dat je dacht van, nou, ik dacht dat ik ze aardig onder controle had, maar het blijkt niet helemaal zo te zijn. Je laat je misschien eerder verleiden tot boosheid, tot frustratie. We hebben zon in weegschaal. En de weegschaal is wat bedachtzamer. Waar de ram helemaal
doorgaat, gaat de weegschaal zeggen: oh, wacht even. Wil je wel rekening houden met mij, met mijn gevoelens? Ik ben er ook nog. En de ram denkt: oh, hoezo? Is er nog iemand anders? Dit is mijn doel, dit is mijn focus en ik ga ervoor. Dat is wat de ram onder andere het gesternte kan doen. Niet alle rammen zijn zo, maar daar staat het sterrenbeeld voor. En de weegschaal die zegt: oh, wacht even. Dus het is altijd heel mooi hoe de zon en de maan, of je sterrenbeeld, je planeet, samenwerken. Wat je daarvan voelt, we hebben altijd met de volle maan, hè, dat moeilijk slapen en geprikkeld zijn of meer prikkelbaar zijn. Meer last hebben van menstruatie als je een vrouw bent, uiteraard. Maar deze volle maan, deze ram, geeft ook darmklachten, veel darmklachten, buikklachten, een beetje koorts. Verschijnselen. Griepsverschijnselen is het altijd. Maar nu is het echt met koorts dat je denkt, van die hitteflesjes, van die hitteaanvallen. Dat je denkt, nou, het lijkt wel of ik in de overgang zit. Dat is het niet. Het heeft echt daarmee te maken. Het zijn de emoties die feitelijk omhoog gestuurd worden, zodat je voelt van wat is er aan de hand. Het zijn ook geblokkeerde emoties. Dus iets, het kan zijn dat je achteraf of in de avond ineens die hitteflesjes krijgt. Of die warmteaanvallen krijgt. En als je terugdenkt over de dag, misschien is er die dag of de dag ervoor wel iets gebeurd wat je helemaal niet leuk vond. Of wat je echt wel uit je comfortzone heeft gehaald. Waardoor je hebt ingehouden, maar thuis denkt: shoot, daar had ik best anders op kunnen reageren. Dat heb ik niet gedaan. Waar je ook veel last van kunt hebben. Is je enkels, je nek, je schouders en met name de druk. De druk op je schouders en je nekwervel. Dus als je echt naar links en naar rechts beweegt, dat je dat knakken een beetje voelt. En dat heeft ook te maken met de frustratie en de boosheid waar je in zit. En dan kun je denken: nou, misschien heb ik niet een goed kussen. Dat kan. Als je niet een goed kussen hebt, heb je ook last van je nek. Maar de onderliggende oorzaak is dat daar iets zit. Want als alles lekker ligt, maakt het helemaal niet zoveel uit of je wel of geen goed kussen of matras hebt. Als je goed in je vel zit, dan denk je: oh, wacht, ik voel een lichte druk, misschien moet ik iets doen. Maar nu voel je echt dat sommige werveltjes vastzitten. Hetzelfde kan zijn ergens in het midden van je rug. Als je die draai maakt, dat daar één wervel, één of twee wervels vastzitten. Heeft ook te maken met: wat ga ik doen, hè? Kies ik voor mezelf? Ga ik er weer in mee? Het heeft echt te maken met de richtingen. Je nek ook. Welke kant kijk ik op? Durf ik het aan te kijken of loop ik er van weg? Hetzelfde geldt voor je rug. Zit ik nu weer in dezelfde dingen van het verleden? Of wil ik ervoor gaan en denken: ik ga het veranderen? Daar staat je rug ook voor, hè? En zeker als die wervels vastzitten, kan betekenen dat je in hetzelfde stukje terecht bent gekomen. We worden heel veel uitgedaagd op dit moment. In onze karma-stukken, onze leerstukken. En het lijkt wel alsof ze maandelijks met elke volle maan ons erin gooien en zeggen: oké, je krijgt weer een kans, je krijgt weer een kans. Alleen je voelt het steeds meer. Want ik weet, jullie, zeker jullie die kijken, begrijpen wat ik zeg. En je ziet gewoon dat je elke keer weer die kans krijgt en denkt van: halleluja, gaat het nou, is het nou nooit over? Nooit is wel heel lang. Maar je krijgt elke keer een klein stukje. En je denkt alweer. Maar als het goed is, zie je elke keer ook een klein stukje vooruitgang in jezelf. Dan denk je: oh, wacht, ik herken het nu en ik ga er nu anders mee om. Maar wees wel eerlijk tegen jezelf. Wees wel, denk niet van: oh, ik doe dit en misschien hebben ze boven niet helemaal door en ik volg de goede weg. Maar boven hebben ze alles door. Het manipuleren naar boven werkt helemaal niet. En dat krijg je ook te zien. En soms mag je er zelf om lachen. Ik heb natuurlijk ook wel eens die neiging. Ik denk: nou, weet je, ik ga maar even niet daarnaar kijken of ik denk er even niet aan. En dan is het: nou ja, maar het, als je die kant op kijkt, dan gaan we gewoon die kant op. En als je die kant op kijkt, dan zorgen we wel dat we daar staan. Dus je uitdaging heb je altijd, krijg je altijd. Je kunt er niet voor weglopen. Alleen, je krijgt elke keer opnieuw de kans om ze onder ogen te zien. En ik had een themakaart gelegd en ik vind het
Ik wist niet wat ik voor tevoren zou gaan vertellen en dat is dus dit. En ik heb de talisman. En de talisman staat voor: het maakt niet uit hoe je de weg bewandelt. En het maakt ook niet uit als je even een zijstap maakt. Uiteindelijk wordt je innerlijke kompas leidt je weer naar de goede weg. Dus er zijn helemaal geen fouten. En soms is de meeste weg rechtdoor is misschien wel de snelste, maar dat hoeft niet altijd de beste te zijn. Want als je alleen maar rechtdoor gaat, dan zie je niet de afslagen links en rechts. En dan zie je niet de kronkels in de weg die je soms moet nemen om mee te bewegen en om te voelen wat er aan de hand is. Dus rechtdoor, de snelste weg, de kortste route, is niet altijd de beste route. Dat kan het zijn als je dingen al hebt opgelost. Dan mag je de snelste route gaan. Maar als je het nog niet hebt opgelost, of nog je pijnstukken nog niet bent ingegaan, of niet alles nog hebt aangekeken, dan zeggen ze van: nou, wil je die kant op gaan? Als je zegt: nee, ik wil toch die snelste route hebben. Ik wil toch rechtdoor lopen, zodat ik hier kom. En dat mag. En uiteindelijk pak je toch wel dit stukje. Je komt toch wel terug. Je gaat jezelf toch wel blootgeven. Het is nummer 49, zie ik. Het staat voor 13 en de vereenvoudiging daarvan is nummer 4. En 4 staat voor structuur, stabiliteit, duidelijkheid, stabiliteit en betrouwbaarheid op lange termijn. Er ligt een runeteken onder. En het runeteken geeft aan de richting. Je bent op de goede weg. Dus het maakt niet uit als je maar bij je gevoel blijft. Als je me niet je hoofd laat overnemen, kom elke keer weer terug bij je gevoel. Laat elke keer je hart weer leiden in plaats van je hoofd. Daarnaast heb ik kaarten gelegd voor wat ik jullie mag meegeven. Voor deze portaaldag, voor deze volle maan, voor deze energie. Ik werk niet zo in thema's. Ik heb nu volle maan aangegeven omdat ik weet dat een aantal van jullie het fijn vinden, maar ik werk eigenlijk alleen maar met de energie op dit moment. Voor nu krijg ik 4 van munten en 9 van bekers. Ik krijg 5 van zwaarden, het oordeel en de zegenwagen. En dit is het lichtzienerstarot. Onderop het dek heb ik bekers 2. Als ik even snel kijk, heb ik ook weer een 4. En die 4 van munten en 9 van bekers geeft mij aan van: hou vast aan je eigen gevoel. Laat je niet verleiden tot wat andere mensen vinden of zeggen hoe jij je leven moet leiden, of vraag niet antwoorden aan de ander. Blijf bij jezelf. En dat geeft hetgene waar je naar wenst, waar je naar verlangt. Dat geeft je duidelijkheid. Maar we laten ons zo vaak beïnvloeden door de mening van anderen, dat je denkt van: ja, ik weet eigenlijk helemaal niet goed wat ik moet doen. Ik weet niet welke kant ik op moet. Ik wil veranderen, maar eigenlijk wil ik weg van hetgene wat de mensen zeggen. Ik wil bij mezelf blijven. Maar iedereen heeft om jou heen blijkbaar steeds de neiging om zich te bemoeien met hoe jij je leven moet leiden of hoe het beste is. En dat doen ze allemaal. Onbewust, in de winkel, als je iets koopt, in de supermarkt, als je ergens loopt, als je zelf iets uitspreekt. Je collega's, je vrienden, de uitspraken die je zelf doet. Mensen reageren daarop. En je laat je beïnvloeden. En dan komt het oordeel. Het is belangrijk om uit het oordeel en veroordelen te komen. Daar zit je verlossing. Het oordeel is ook verlossing. Dus als jij al die spinsels uit je hoofd haalt, alle gedachten die mensen in jouw hoofd planten, die helemaal niet van jou zijn, daar zit de verlossing. Daar zit het zonder oordeel en het niet veroordelen. En ik heb de zegenwagen, en dat betekent ook blij vertrek, maar ook het heft in eigen handen nemen. Het zwart-wit zien. Het is zo of het is zo. Ik ga die kant op of ik ga die kant op. Er zijn geen grijze gebieden meer. De grijze gebieden zijn altijd die tussenstukjes. Zijn altijd wat anderen zeggen. Heel vaak zeggen mensen: het is niet zo zwart-wit als het is. Dat klopt. Er zijn best wel zaken die niet zo zwart-wit zijn. Maar tussen je hoofd en hart zit geen grijs gebied.
Tussen je hoofd en hart zit geen grijs gebied. Het enige grijze gebied waar we dan mee te maken hebben, is je keel, je keelchakra. We spreken uit. En we zeggen dingen met ons hoofd die we helemaal niet met ons hart voelen. Heel vaak zeggen we dingen dat je denkt, hè? En dan voel jij het anders als iemand wat zegt. En later zegt die ander, nee, dat bedoelde ik eigenlijk niet zo. Of nee, het was anders. En dan denk je, zie je wel? Ik heb gevoeld dat het anders was. Maar die ander praat vanuit zijn hoofd. En dan is je grijze gebied, is je keelchakra. En daar mag je naar kijken. Hè? Dus spreek je uit. Wees duidelijk. Hou vast aan hetgene waar je in gelooft. Hou vast aan jezelf. Muntenvier is niet alleen maar vasthouden aan geld. Het zijn wel munten, maar de munten staan voor concretiseren, voor dingen duidelijk maken, zichtbaar maken voor jezelf. En weten, weet je, ik keer me af, niet in negatieve zin, maar ik keer me af in de mening van anderen en ik hou vast aan mezelf. Ik blijf nu eens vasthouden aan waar ik in geloof, of wat ik voel en wat ik wil. En als ik doe wat ik wil, geef mij dat. De beek is 9, dan geef mij dat, die verruiming en die bevrijding. Dus kom uit je hoofd en luister naar de ingevingen van je hart in van boven. En dat mag je doen op de portaaldagen. Dat mag je elke dag doen. Maar op de portaaldagen hoor je dat het beste. En geloof in jezelf, heb liefde voor jezelf. En als jij 100% liefde hebt voor jezelf, dan komen anderen van ze ook naar je toe, ook vanzelf naar je toe. Je zult dan ook zien dat relaties die niet echt zijn of die een stukje eigenbelang in zichzelf hebben, in zich hebben, waarvan je altijd dacht van, maar daar heb ik me altijd goed bij gevoeld, ik heb daar altijd mijn verhaal kwijt gekund, het was leuk, we deden heel veel dingen samen. Is dat echt zo? Is dat echt zo? Kijk eens naar relaties die ineens stoppen. Vriendschappen, en dan heb ik het over vrienden of vriendinnen samen, hè, 40, 30 jaar, 20 jaar, 10 jaar, noem het maar. Maar lange vriendschappen die ineens ophouden, dat kan niet. Als iemand jou de wereld gunt, dan blijf je vriendinnen of vrienden of blijf je bij elkaar voor altijd. Als jij de ander respecteert en waardeert zoals die is. En wat je geeft, mag je terugkrijgen. Maar als iemand anders je zonder omkijken laat vallen, was het dan echt wel dat jij je verhaal kwijt kon of was het andersom? Was jij degene die altijd luisterde en maar gaf? Of altijd naar die ander toe moest? En nou, het is zo leuk, zo gezellig, het is zo leuk met jou. Ja. Kijk eens naar die relaties. We lopen heel vaak daaraan voorbij, omdat het zo vanzelfsprekend is dat wij naar iemand toe gaan, dat wij altijd maar dingen zeggen. Maar deze laatste maanden en met name deze maand voel je van verhoudingen kloppen niet helemaal meer. Er zit net even dat stukje waarvan je denkt, ik weet het niet. Er schuurt iets en ik weet niet wat. Dat gaat je duidelijk worden de komende maanden. De maand oktober, november. De maanden oktober en november zijn de bezinningsmaanden. Deze volle maan is ook de oogstmaan. Je mag ook kijken van wat is er de afgelopen maanden gebeurd? Wat heb ik gewild? Wat heb ik gewenst en wat is er van overgebleven? Wat heb je geoogst? En dat betekent niet, ik heb veel winst geoogst in de zin van planten of ik heb een huis of dit of dat. Het heeft te maken met het oogsten en groei in jezelf. En voor de liefde in jezelf, voor de duidelijkheid, voor de groei, de lessen. Ben jij gegroeid? Heb je dingen kunnen afsluiten? Heb je dingen kunnen achterlaten zonder pijn, hè? Als er nog ergens iets, een stukje pijn zit, een stukje frustratie, een stukje dat het niet lekker voelt, dan ben je er nog niet vanaf. En daar mag je in de maanden oktober, november naar kijken. Dat zijn de bezinningsmaanden, vind ik zo. Nou ja, jullie weten wel wat ik bedoel. Het is niet zo de bezinningsmaand van nou, ik ga even achteruit zitten, ik ga me even bezinnen op. Maar het zijn wel de maanden, donkere maanden, en die zijn niet voor niks wat donkerder, omdat je in jezelf mag keren. Van hey, zo mooi is de cyclus van het hele jaar. Hè? Van wat heb ik gedaan? December zie ik altijd als een lichtpuntjesmaand. Het licht van bepaalde afrondingen. Je gaat richting een afronding. Hè? Het is de laatste maand van dit jaar, in ons jaar. In het
ons systeem. Je gaat iets afronden en iets nieuws beginnen. Zelf heb ik dat niet zo, want ik vind dat je elke dag kunt beginnen. Maar als je kijkt naar het systeem hier, de 12 maanden. Ja, wat ga ik afronden? Met wie ga ik het afronden? Hoe ga ik het afronden? Wil ik alleen blijven? Vind ik dat fijn dat iedereen buiten feest? Zijn mensen echt wel zo gelukkig om die feesten te vieren? Zijn ze echt wel zo gelukkig om bij elkaar te zijn? Of halen we in één keer moeder weer op omdat het moet, omdat het kerst is of omdat de maanden er weer aankomen? Je moeder, je oma, weet ik veel wie. Of word jij opgehaald omdat mensen denken, oh, we kunnen haar niet alleen laten zitten of hem. Waar ga ik het later over hebben? Ik heb meerdere keren gezegd, ik kom ook nog terug op 14 oktober. 14 oktober op de Lunar Eclipse, Solar Eclipse. Het bestaansrecht, dat is, ik heb het al gezegd, iets van 5 minuten gaat dat duren. Dat is lang, die ga je voelen. Probeer ook wakker te zijn. Ik weet niet zeker of het 's nachts is. Volgens mij is het 's avonds, in Nederland 's avonds 11:30. Dus als je op tijd naar bed gaat, probeer de wekker te zetten, probeer wakker te zijn. Om bewust te worden wat je krijgt. Ik ga het nog wel even zeggen tussendoor. Want het is een voelbare impact, zoals ik hem ook 1/2 jaar geleden heb gevoeld. Ik ga kijken wat we nog meer kunnen zeggen bij deze kaart. Want het gaat er dus om, hou vast aan je eigen gevoel. Aan wat jij voelt, want dat geeft je de oplossing, dat geeft wat je wilt. Het maakt niet uit wat anderen zeggen. Je verlossing zit in het niet oordelen en het niet veroordelen van anderen. En neem het heft in eigen handen. Vertrek waar je wil vertrekken. Neem afscheid van mensen die je niet meer iets kunnen brengen. En als je denkt van, nou, maar ik vind het toch nog best even leuk om met diegene uit te gaan of dat, vooral doen. Want je hebt de keuze namelijk energetisch al gemaakt van oké, dit is niet de relatie die ik dacht dat het mij wat met mij zou kunnen brengen. Maar je hoeft het niet gelijk los te laten. Je hoeft niet relaties te beëindigen omdat het beter is, maar het gaat ook om de bewustwording van oh, dit brengt mij niet meer wat het mij zou kunnen brengen of moeten brengen of wat het mij heeft gebracht. Het gaat om de inzichten die je krijgt. Wat mag ik er nog meer zeggen? Ik gebruik de vice versa tarot. De vice versa tarot heeft een schaduwkant en een lichte kant. En dat betekent niet dat daar een slechte kant in zit, maar wel de manier van denken, de manier van aankijken. Oh, hier is het niet. Ja, ik krijg zwaarde 9. Dit is de achterkant. Zwaarde 9 aan de voorkant. Dat betekent dus dat jij, naar aanleiding van dit alles, dat je gaat voelen dat het niet zoveel zin heeft om wakker te liggen van zaken. Dat het belangrijk is om gewoon keuzes te maken en om het aan te gaan. En dat het alles wat in je hoofd zit niet altijd waar is. Dat het geen oplossing geeft, omdat alles wat jij bedenkt altijd anders is. Dat is wat je aangaat. Daarnaast krijg ik de schildknaap van pentakels op de rug. Schildknaap van pentakels zijn de kleine dingen die je aangereikt krijgt. De snelheid, het doorgaan, het leren. Dat je denkt van ja, weet je, ik wil het iets rustiger doen. En ik ga nu voor de kleine stapjes en de betrouwbaarheid van de mensen die in mijn omgeving zijn, dat is een beetje het besluit wat in je hoofd zit. Dat je denkt, ja, dat is wat ik wil. Ik heb geen zin meer in al dat luchtige, vluchtige en het liflaf gepraat. Ik krijg de ridder van staven ook aan de achterkant. Dat heeft te maken met snelheid, doorgaan, vurig, gepassioneerd, enthousiast. Dat je, ja, ik wil wel vurig en gepassioneerd zijn, maar ik ga ook besluiten nemen. Ik wil wel snelheid, maar wel op mijn tempo. Ik wil de snelheid op mijn tempo. En als mensen het leuk vinden, dan laat ik ze achter mij. Maar ik ga mijn eigen enthousiasme, mijn eigen gedrevenheid niet temperen voor anderen. Deze staan voor jezelf. Deze schaduwkanten zijn dus niet de schaduwkanten die slecht zijn, maar de besluiten voor jezelf. Jij besluit. Ik wil in het leuke staan.
Ik wil het mooie hebben. En alles wat mij aangereikt wordt, mag ik tot mij nemen. Dat is ook wat je bij deze ziet. En ik kan dat aankijken. Ik ga dat aan. Ik ga dat niet wegstoppen in het donker, maar ik ga het aan. Alles wat mij aangereikt wordt. Maar ik maak wel mijn eigen keuze. Concreet, duidelijk. Je wil ervan leren, maar je gaat het niet allemaal uitspreiden. Je houdt het in jezelf. En hetzelfde geldt voor die ridder van pentakels. Nee, ridder van staven. Deze is aan de voorkant. Snel, gepassioneerd, gedreven, nieuwe liefde. En dit is de liefde voor jezelf. Oké, ik ga het aan, maar wel zoals op mijn tempo, zoals ik het wil. En als de mensen niet mee kunnen, niet mee willen, of vinden dat ik niet luister, dat is jammer dan. Maar met de doorbraak zit in mij. Zij hoeven niet mee in mijn doorbraak. Mooi. Echt heel mooi. Wat ga ik doen? De Shaman Dream. Meestal doe ik het Sjamaans orakel. Maar ik ga de Shaman Dream als laatste kaart doen. Nee, het valt mij op dat de laatste maanden echt alles op relationeel gebied is. Zo belangrijk is het dus dat je kiest voor jezelf. En dat betekent dan niet dat je egoïstisch bent, hè? Als jij 100% voor jezelf zorgt, kun je dat ook voor een ander doen. Als jij maar 80% voor jezelf zorgt en niet die andere 20% jezelf gunt, hoe kun je dan goed zijn voor een ander? Dan ben je niet egoïstisch. De ander heeft er alleen maar meer belang bij dat jij je goed voelt. Er komt er maar één uit. Stars in the sky. Limitless possibility. Het is de kaart van liefde. Stars in the sky, limitless possibility is oneindig veel mogelijkheden. Dat is wat ze aangeven, de liefde in jezelf. Er zijn oneindig veel mogelijkheden en alle sterren in de lucht. Alle energieën kun je pakken, kun je vragen. De sterren zijn ook. Je wensen, je dromen, je verlangens, je angst, je hoop, je vrees. Ik ga even kijken wat het zegt. Het is in Engels en ik vertaal het ook wel. When you look up into the velvety dark blanket of the night sky, covering the vast expanse of space, can you count all the stars twinkling above? Dus als je naar boven kijkt, kun je alle sterren tellen. Can you imagine that you are only glimpsing a teeny silver sliver of what is actually there. Kun je je voorstellen dat wat je ziet echt maar een glimp is van hoe het werkelijk is? Dat je alleen maar het oppervlakkige ziet. This is the domain of limitless possibility, of the never-ending sea of potential that you yourself are made of and have now at your disposal. Dit is werkelijk een hele mooie zin. Het is het domein, het is het huis van alle oneindige mogelijkheden. Never ending, nooit stoppend. Het is een zee van mogelijkheden en potentiële kansen die voor jou voor de hand liggen, die voor jou voor het grijpen liggen. En voor jou ter beschikking staan. Onze hoofd is onze gedachte. Ons brein is onze gedachte, onze beperking. Wij zijn onze eigen beperking. En hier staat: het is er niet. Your life right now is alive with possibility and needs your clear focus to home in on what avenue of exploration most calls to you. Dus je bent nu, je voelt je nu levendig genoeg om te kijken: waar ligt je focus? Wat wil je ontdekken? Wat wil je gaan doen? Hoe wil jij dat relaties eruit gaan zien? Hoe wil jij voor jezelf de relatie met jezelf hebben en dus met anderen? Be here now, wees in het nu. We zijn heel veel bezig met de toekomst, maar wees in het nu. Gather your thoughts and your most cherished dreams. Dus verzamel al je gedachten, je meeste gekoesterde dromen. Wat wil je? Wat zou je voor jezelf? Wat vind je leuk? En dat betekent niet toekomstgericht denken, maar als je het in het hier en nu voor jezelf gaat zitten en voelt van, oh, dit is
Zo zie ik het voor me. Dit is het. Focus on the brightest star in your never-ending sky and take small steps, small movements toward calling this glittering potential into a reality. Dus neem kleine stapjes, hè, wat je hier zegt. Ik ben elk klein stapje neem ik tot mij, maar die hou ik voor mezelf. Ik deel het niet allemaal heel groot, maar dit zijn wel mijn wensen en ik leer van elk klein beetje. If you can imagine this and hold that vision, you will summon all the celestial helpers and guides to aid you in bringing into fruition. Als je dat kan voorstellen en je visie vasthoudt, dan word je geholpen door boven, door alle gidsen. Door al je gidsen, wou ik zeggen. Door alle gidsen. Om dat tot uiting te brengen, to fruition, tot ontplooiing te brengen. Keep your focus on the essence of potential. Hou je focus, focus, rather than to form it. Dus wat belangrijk is de essentie, wat ik net zei. Hoe zie je het voor je? Hoe voel je het? Dat in plaats van in de toekomst denken van, oh, dit is wat ik wil en dat is wat ik ga doen en dat. Maar hoe voelt het? Hoe voelt het als je iemand naast je hebt? Of hoe voelt het als je de relatie met jezelf in liefde hebt, zonder beperking, zonder haat, zonder frustratie, zonder boosheid? The universe has its own idea of how best to serve you. And all of us at the same time. Boven weten ze precies wat jij nodig hebt. En ik heb me dat vroeger ook wel afgevraagd. Dan denk ik, ja, maar weet je, we hebben hoeveel mensen op de wereld? Weet je, heel veel. Maar dat maakt niet uit. We worden allemaal bediend, want we hebben allemaal te maken in het hele universum. Wij zijn het universum. Dus wij kunnen putten uit dat oneindige stuk mogelijkheid. Trust this as a fact rather than theory. Geloof dat het waar is in plaats van dat het theoretisch is. And you ought not to act surprised when your dreams come true. Dus wees niet verbaasd als hetgene wat je wenst uitkomt. For they surely will. For they surely will. Exactly how you need them to. Want ze zullen uitkomen precies zoals jij wil. Als jij leeft vanuit het zuiverste en puurste van je hart, dan komt het uit. Want als je niets wenst, wens je alles. Daar sluit ik mee af. Bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En schroom mij niet iets te vragen of wat jullie altijd doen, comments te geven. Ik vind het echt superleuk. Ik lees alles. Ik beantwoord heel soms iets als het specifieke dingen zijn. Maar het blijft me gemotiveerd houden. Ik vind het superleuk. Ik ben heel erg dankbaar voor jullie aandacht. Tot de volgende keer. Dank je wel.